Goedemiddag Roos. Welkom bij Natuurlijk Duurzaam in Sittard Geleen. Jij bent de nieuwe eigenaresse van Rauw in Sittard. Roos, welke opleiding heb jij gevolgd? Ik heb de hotelschool in Maastricht gedaan, hotel management. En ik ben nu 2 jaar geleden ben ik afgestudeerd. En nu sinds zaterdag ben ik begonnen met Rauw. Je hebt volgens mij ook in Zuid-Afrika gezeten, hè? Ja, vertel eens. Ja, dat klopt. Ik heb een stage gedaan in het tweede jaar. En met een half jaar ben ik naar Zuid-Afrika gegaan. Ik heb gewerkt in een keuken van mevrouw Jansen. En dat was toen een hele bekende, nog steeds een hele bekende kok. Daar ben ik eigenlijk begonnen met mijn keukenervaring. Daarna heb ik nog een tijd gewerkt in de keuken. Je hebt ook in Maastricht volgens mij, want je vertelde je net, heb je ook nog in een restaurant gewerkt, hè? Ja, bij Beaumont. Ja. Oké, chic. Hoe kom jij bij Rauw terecht? Hoe kom jij hier in Sittard terecht? Ja, ik heb tijdens mijn opleiding heb ik mijn vriend leren kennen. En die woonde in Sittard, dus toen ben ik eigenlijk ook in Sittard terecht gekomen. En ik werkte hier in de stad en daar heb ik Sanne leren kennen. En toen vertelde ze mij dat ze Rauw ging opstarten een paar jaar geleden. En voor mij is zakelijk dit altijd een hele grote droom geweest. En nu in oktober stond op Facebook van ze gingen verkopen. En vertel, een droom? Want? Ik wil heel graag... ik wil heel graag mensen gezonde voeding aanbieden eigenlijk en laten zien hoe lekker dat kan zijn. Ja, dan is voor mij meteen de vraag, maar wat is gezonde voeding? Ik denk dat het is moeilijk om dat precies te zeggen, want het verschilt heel erg per persoon. Ik denk er zijn een aantal basisprincipes, zoals suiker of bepaalde dingen zijn gewoon standaard niet zo heel gezond voor iemand. Maar de ene persoon heeft iets meer vlees nodig, de andere persoon die werkt heel gezond op als hij helemaal veganistisch eet. En er zijn gewoon heel veel richtingen in. En wat ik hier probeer te doen is eigenlijk om voor al die richtingen iets te bieden. Ja, want je vertelde net, Sanne richtte zich met name op voeding rondom allergie. Maar jij pakt het breder aan. Ja. Want wat heb jij zoal op je kaart? Het richten op allergenen overlapt wel heel erg met wat ik ook doe. Dus in principe zijn de meeste dingen nog hetzelfde. Maar ik heb ook iets toegevoegd, dat heet paleo, dus met vlees op vis. Omdat ik geloof dat voor sommige mensen dat juist ook heel erg als gezonde voeding kan gelden. En wat is paleo? Paleo is om proberen te eten zoals onze voorouders aten. Dus alles onbewerkt. Groenten, fruit, vlees, noten, zaden, Oké, ik hoef je niet in een berenvel te zetten om... Nee. Oké. Wat heb jij met voeding? Wat heb ik met voeding? Ja, ik ben daar eigenlijk mee opgegroeid. Ik was al heel jong en toen zei ik tegen mijn moeder van later krijg ik mijn eigen restaurantje. En ik kookte ook al thuis vanaf dat ik 8 jaar was elke dag, omdat ik het gewoon heel leuk vond om te doen. En beetje bij beetje ben ik steeds meer richting het gezonde gegaan. Dus ik ben steeds meer daarop gaan focussen. En het is gewoon heel uitdagend om te kijken hoe je lekker gebakken maakt, wat dan ook nog gezond is. Het is leuk om te doen. Het klinkt erg goed, Roos. Ik dank je voor dit hele korte gesprek. Natuurlijk, Duurzaam wens je natuurlijk hartstikke veel succes. En hopelijk stroomt de tent vol. Ja. Dank je.